Al 80 jaar kolossale spektakels in oogverblindende decors. Glamour, melodrama vooral en melodieuze zang en muziek. Kortom, Cinema India. En vanaf morgen is er weer een Indiaas filmfestival in Amsterdam. Dan kunt u lekker weer al die films gaan bekijken. Naast mij zit de pleitbezorger, of een van de pleitbezorgers, van het vertonen van Hindi films in Nederland, Dick van der Meijden. Welkom. Eerst een stukje kijken? Doen. Ja, we hebben een stukje meegenomen. Muziek. Nou, spannend stuk, hè? Ik zie deze ook voor het eerst, hoor. Ja? Ja, er zijn zoveel films daar dat je kan ze nooit allemaal gezien hebben. Maar ik vind dit een prachtige... Ja. Deze film wil ik dus ook zien. Ja, je kon een paar dingen pikte ik eruit. Eén zo'n man die daar een beetje met een donker gezicht achter gordijn stond. Dacht, dat moet de boef zijn. Een boef in India is meestal echt de boef duidelijk te herkennen, hoor. Dit was toch achter het gordijn, was een boef. Absoluut, absoluut. De dame hoofdrol die keek steeds zo angstig tijdens het dansen. Dat kan ze goed, Vijitjantamala. Dit is gespecialiseerd in. In bang kijken? Ja, ook, ja. En die met dat petje, dat was de held? Dat is Dave Anand, in ieder geval de hoofdrolspeler. Is het altijd zo heel duidelijk te zien? Zijn het altijd zulke clichés, die hoofdrollen? In de goede zin van het woord dan, cliché? Er zijn veel acteurs die dus echt gespecialiseerd zijn in dit soort rollen. Dus een film zonder Pran als boef is eigenlijk geen echte goede Hindi-film. En er zijn acteurs die speciaal helden zijn. Shashi Kapoor speelt heel vaak Saheb Police Officer, dus het is wel een soort cliché typecasting eigenlijk. Het is niet zo dat acteurs, zoals in Nederland vaak zeggen, ik wil dat niet blijven spelen, want ik ben zo bang dat ik de rest van mijn leven daarop vastgepind word. Niet alle acteurs zullen dat in India ook willen gewoon. Ja. Maar er zijn een aantal acteurs die bestaan daarvan. Ja. Mae Moot en Johnny Walker zijn altijd de vrolijke gasten in de film. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Jij bent ook wel eens in India in de bioscoop geweest. Ja. Hoe is dat? Ja, dat is een volksbelevenis eigenlijk. Er zitten van jong tot oud moeders met slapende baby's. De film duurt ook 3 uur. Er wordt tussendoor gegeten. Men loopt in en uit. En als er dan zo'n prachtige song komt, dan is die ineens 70 millimeter. En dan gaan er ineens overal boksen extra aan in het theater. Dan wordt het beeld opeens films, veel wijer? Die zijn er ook. En overal extra grote luidsprekers staan ineens te knetteren. Dus en daarna gaat de film weer door gewoon. Dus het is echt veel meer een avondje uit. Er zit in zo'n Indiase film zit echt alles. Er zitten liefdescènes, er zitten romantiek, dans, zang, achtervolging, schietpartijen. Een Indiase film, ik zeg het wel vaker, is een avondje avo haast. Hè? Hier ga je naar de film en dan wil je daarna toch ook nog een pilsje drinken. Of hier is een film veel meer een onderdeel van een avond uit. Mm-hmm. En daar is een film een avond uit. Daar zit echt alles in een Indiase film. In India worden ontzettend veel films geproduceerd. Er zijn toch nog steeds een heleboel mensen die daar geen idee van hebben. Toch? Hier in het Westen hebben we er vaak geen idee van. Hoe komt dat toch? Ja,
Waarom draait er niet iedere week in Calypso of in ja, ze zijn in eerste, een Indiaanse film? Ze zijn natuurlijk in eerste instantie voor Indiërs gemaakt. Met ook veel Indiaanse achtergronden, sociale achtergronden. Mm. Wij hebben die problemen niet meer van een bruid die uitgehuwelijkd wordt of een boze landeigenaar. En ze zijn vaak voor derde wereldlandenachtige toestanden gemaakt. Daarom zijn ze ook populair in Afrika en zelfs in Zuid-Amerika. Wij hebben gewoon andere problemen. Maar als je van film houdt, dan zie je toch bij de betere films hoe die cineasten dat in elkaar steken, om het zo maar te zeggen. En dat kunnen ze. Ik bedoel, een filmmaker als Raj Kapoor of Gore Dutt, die konden dus een film maken. Een aantal films zijn ook wel begrijpelijk voor hier. Maar een groot deel van de films interesseert ons niet zo door de problematiek. Door de thematiek. Ja. Maar het ook al is de thematiek van een film niet je eigen thematiek. Daarom kan je toch nog wel, lijkt me, het heel bijzonder vinden om zo'n land al door de ogen van een Indiaanse filmmaker te zien. Dat vind ik er altijd zo leuk aan, net als met Afrikaanse films. En daarom is er dus nu voor de derde keer Cinema India. Ja. Nou, zijn we klaar, hè? Ja, vroeger draaide ze ook wel hier een bioscoop, maar ging eigenlijk alleen in de staande daar naartoe. Ja, je zei net, de thematiek is de onze niet, maar toch zijn er heel veel westerse invloeden in Indiaanse films. Ja, er zijn ook wel. Er wordt door Indiaanse regisseurs natuurlijk veel naar westerse films gekeken. En er zijn ook beroemde westerse regisseurs in het oosten geweest. John Huston is er bijvoorbeeld geweest. Mm-hmm. En Raj Kapoor is erg altijd beïnvloed geweest door de Italiaanse neorealisten en expressionisten. Dus je hebt ook heel veel verschillende stromingen binnen die Indiaanse cinema. Bombay-films zijn dus meer de publiekfilms. En een Bombay-films, ja, of het nou een misdaadcomedie is of een tragisch film, is eigenlijk een genre apart. Mm-hmm. Er wordt niet zo in genres gedacht zoals western of politiefilms als we hier dat in het westen doen. Zelfs een western die in India ook gemaakt wordt, ziet er toch altijd weer uit als een Indiaanse film. Gewoon. Er zitten toch songs in en zitten toch weer romances in die. Ik begrijp dat een film dus een heleboel verschillende thema's tegelijkertijd kan omvatten. Ja, ja. Je hebt niet speciaal bijvoorbeeld liefdesfilms. Zij noemen dat dan wel zo, maar dan ligt het accent meer op romantiek. Of bij een westernfilm ligt het accent iets meer. Of een knokfilm ligt het accent iets meer op knokken. Ja, ja. Nou, ik wou het nog ook heel even hebben over de muziek. Want ik heb eigenlijk die films ooit leren kennen via de muziek. Schitterende liedjes van Asha Bhosle en Lata Mangeshkar. Mohammed Rafi, Mukesh. Ja, die worden. Dit zijn zangers die zingen. De acteurs die zingen zelf niet. Dat maakt ook niet uit. Iedereen weet dat. Ja, 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 die zijn erin gespecialiseerd. In de jaren 40 had je nog sterren die zelf zongen, zoals Soraya en Noor Jahan. Maar dat is helemaal zo gegroeid en iedereen weet dat. Maar de Indiaanse films maken erg gebruik van specialismen. Dus er kan niemand beter zingen dan Mohammed Rafi. Dus zingt Mohammed Rafi. Ook al zie je de Shashi Kapoor bij of Dave Anand. Dus de zangers waren ook waanzinnig populair. Ja, dus niet zoals bijvoorbeeld Natalie Wood, die dan in de West Side Story zelf helemaal niet zingt, maar er bijna niemand weet dat. Dat staat ook op de aftiteling, wie de zangers zijn. En mensen gaan er ook speciaal voor. Ja. De muziek komt ook eerst uit, eigenlijk. Die is eerst op de radio en die trekt de bioscopen vol. Ja, ja. Dus dat is ook allemaal weer. Ze hebben alles zo mooi bij elkaar gepakt, lijkt het wel. Ja, ja, het is één compacte, leuke industrie. Het is een soort tingeltangel-industrie aan de ene kant. Ja, en aan de andere kant ook erg dramatisch. Heerlijk dus. Ja. Goed, nou, waar moeten we naartoe? Waar moeten we per se naartoe? Ja. Eén ding mag je nog zeggen. Shashi Kapoor. Shashi Kapoor, en die is bekend van westerse films ook, zoals Sammy en Rosie Get Laid. En Heat and Dust. En hij neemt zijn prachtige film Junoon mee.